Hey people. Fantastisch ritueeltje, bedritueeltje met baby Michael gehad. Wauw, weet je. Dan denk ik aan mijn kinderen. Ik heb ook voor hun gezongen tijdens het rusten. Slaapkindje, liedje. En dan eentje voor Michael, eentje voor mijn kinderen. Dan denk ik aan ze. Gelukkig kan ik me daar goed in scheiden. Alleen, hey, it's a mother's pain, of course, that my children are around me. Alle onnauwkeurige bewijsstukken, leugens, dossiers die ze van mij hebben opgebouwd. It wasn't right. No, Dennis. Dus ik heb alle recht om mijn kinderen gewoon te zien en te spreken en met ze te zijn. Nogmaals, strafbare feiten. En het feit dat jij niet een man bent om met mij contact te leggen daarin. Wat is dat voor iets? Wat had je gedacht in je ziektebeeld? Oh, ik heb zelfs medelijden nu met je. Dat ik dan dacht, ben je nou zo ziek? Dat je dacht dat je dit kon overwinnen met je leugens in het dorp. Mij zwart maken. Maar nu, ja, wanneer is die knal bij je binnengekomen? Waar zijn mijn kinderen, Dennis? Want wauw, man. You know, hè?